VOCA Kamer van Koophandel heeft een analyse gemaakt van de arbeidsmarktgegevens die de VDAB gisteren heeft vrijgegeven. De cijfers gaan van augustus 2017 tot en met eind juli 2018. In die tijd zijn er voor het arrondissement Turnout 34.712 vacatures geregistreerd en dat is een recordaantal. De uitdaging binnen vele bedrijven, regio Mechelen en Kempen, zit erin dat de arbeidsmarkt al een aantal jaren in brand staat. Uh, het cijfer is nog nooit zo hoog geweest uh, de afgelopen 15 jaar. In Mechelen zitten we op een 18.850. In Kempen zitten we zelfs op 34.700 openstaande vacatures momenteel, die allemaal morgen of gisteren moesten ingevuld worden. Het aantal openstaande vacatures ligt dubbel zo hoog als in dezelfde periode 15 jaar geleden. We doen daarmee beter dan voor de financiële crisis in 2008. Maar veel bedrijven krijgen hun vacatures niet ingevuld. Daarom komt FOCA met het WELD-project. Dat wil ondernemingen ondersteunen in hun talent- en opleidingsbeleid met een focus op werkplek leren. Om eens te kijken van die witte raaf die we al twee jaar aan het zoeken zijn, hoe lossen we dat simpeler op? Um, kunnen we die mensen die zelf in dienst nemen, die dat de goesting hebben en de juiste attitude, om dan binnen twee jaar eigenlijk toch die witte raaf in dienst te hebben al? Het tuinmachinebedrijf Van Dijk Marcel stapte mee in het weldproject nadat het bedrijf vijf vacatures had die maar niet ingevuld raakten. Het bedrijf voorziet komend jaar een groei van 10 à 15 procent. En daarvoor moeten natuurlijk de juiste mensen aangenomen worden. Dus het is vooral technisch geschoolde mensen. Service engineers, technicus, mechaniekers. We zien dat daar eigenlijk de nood heel hoog is en eigenlijk de instroom heel klein is. Dus we hebben ons moeten profileren als firma, ook om het anders aan te pakken. Vroeger had je heel veel cv's die eigenlijk in aanmerking kwamen. Nu is het andersom. Nu moeten wij als bedrijf zelf de juiste mensen gaan aanspreken. VOCA organiseert drie jobbeurzen in de regio Kempen: Eén op 14 september in Geel, waar ook Van Dijk Marcel te vinden zal zijn. Op 19 september in Hoogstraten en de laatste op 26 oktober in Turnhout.